We zijn hier op het Stuurmeer. Er zijn nu hier drie scallions. We konden het zo snel niet zien, maar blijkbaar zijn ze zich een beetje verscholen hier achter een of ander eiland aan het werken. Het water wat je hier ziet is zwaar vervuild. Er is ook heel veel goudwinning in de omgeving, gewoon op die eilanden en langs het water. Al het vuile water wordt echt letterlijk het Stuurmeer weer ingepompt. En ja, dit is natuurlijk ongelooflijk. Na alle goede voornemens en noem maar op van deze regering. En dan zien we dit soort dingen gebeuren. Ja, dat is onvoorstelbaar. We zijn hier op Tonkeiland. En voor de zoveelste keer zijn er weer scallions hier waargenomen. Het recreatieoord hier wat meneer Van Troon heeft, Tonkeiland. Het is gewoon tot de verdoemenis geholpen, want geen enkele bezoeker komt meer vanwege het vuile water hier. Het gaat niet alleen om toerisme, maar ook heel veel mensen die langs het Stuurmeer wonen of langs rivieren. Dit is een gebruik van traditie. De dringing. Wat in een man. En zo mijn kiesjes maar moren. En traditie als Karian kon ja, hij doet dat water. Wat zijn de scallion kombaka? Vanaf november, dat ben ik ja, dat mijn belling. Sinds voor kerst, vorig jaar, en dat is ruim 2 weken geleden, belt ome Frits mij op om mij te zeggen van Erlen, de scallion, de baka, ja. Dus je zit je gewoon af te vragen van wat gebeurt er hier? Is het illegaal? Is het stiekem? Of gebeurt het met medeweten van allerlei organisaties? Bij die verwerking wordt er heel veel van het vuile water het Stuurmeer ingepompt. En het water krijgt daardoor een hele vieze, lelijke, poor-poor-mirkie-achtige kleur. Net bedorven melk. Hier hebben we ook kibiri-kibiri. De kibiri-bakka de eiland. Het zou eigenlijk gemeten moeten worden. Maar met het oog kunnen we nu al zien van dat het Stuurmeer zwaar vervuild wordt. Niet alleen door die scallions? Nee, want er is heel veel goudwinning hier in de omgeving. Die goudwinning die op het land plaatsvindt, ook hier langs het water, die vervuilt ook wel. Daar moeten we echt ook heel serieus naar kijken. Van hoe kan dat? Dat dat zo openlijk en open gebeurt. Zonder dat daar milieumaatregelen voor worden getroffen. Als ze mogen graven dan, als het echte concessies zijn, als het echte legale goudwinningen zijn, moeten ze zich aan allerlei voorwaarden, milieuvoorwaarden houden, waardoor ze het milieu niet mogen schaden. Hier zien we echt het tegendeel gebeuren, waarbij het milieu zwaar wordt geschaad. Wordt niet alleen het bos weggehaald, maar het water wordt ook nog een keertje zwaar vervuild.